Ik vraag me af, hoe lang gaat dat nog door? Dat gepruts met het asielbeleid. Dat moet toch een keer ophouden, vrienden. Dat kan toch maar niet zomaar ongestoord door blijven gaan. Dat moeten mensen van D66, maar ook de mensen die dat steunen en die daarop gestemd hebben, zeg maar een beetje het linksachtige volk, die moeten nu toch ook voorzichtig bij zichzelf gaan denken van, dat kan zo toch niet meer met het hele asielgebeuren. Nee, want nou hebben we die 20 mensen in Purmerend, ja. Die zeggen van, ja, maar we pikken het niet meer. Dus, en die gaan in hongerstaking. Ja, en dan worden wij en jullie en ik worden daar dan weer boos over. Want wij zeggen dan weer van, ja, maar wat is dat voor ondankbaar gedrag? En wees blij dat je nog wat hebt en anders ga je maar weg. Ja, maar vrienden, het blijkt dus gewoon door die hongerstaking, dat Nederland is er gewoon niet op ingericht. Nederland kan dit gewoon niet aan, die hele toestroom van die mensen. En dat is al een hele tijd aan de gang. Dat hebben we ook gezien daar in Ter Apel. En ze kunnen het niet verwerken. Aan de achterkant hoopt het zich elke keer maar weer op. Ja, dus dat betekent dat je het aan de voorkant moet stoppen. Dat heb ik al eens eerder gezegd. En dat gebeurt dus maar niet. Nee, want D66 en weet ik veel, die roepen allemaal maar, kom maar binnen met je knecht. En de VVD, die draait alleen maar. Draai, draai, draai. Die zeggen eerst, ja, kom maar binnen met je knecht. Dan zegt Rutte weer van, nee, ik ga er alles aan doen. Ja, ik ga er alles aan doen om het tegen te houden. Waar dan? Dan gaat hij even naar Italië, gaat hij even die mevrouw verkeerd zoenen. Dan gaat hij weer even gezellig staan te huggen met die Macron. Maar het schiet allemaal niet op, want de einduitslag is gewoon, het gaat maar door. Het gaat maar door met het gestumper en het gekruk van het asielbeleid. Want wat blijkt nu de komende jaren? Ja. Heb ik gelezen? Elk jaar komen er ongeveer tussen de 70.000 en 75.000 nieuwe mensen in Nederland binnen. Gewoon asiel. Komt gewoon binnen. Ja, ja. En waar gaan we die laten? Niet. Opvangcentra zijn er niet. Te weinig. We hebben geen huizen. Nee, want de Nederlanders zelf kunnen al geen woning vinden. Dus vrienden, ga toch op. Hou nou toch op. Wie, oh wie, oh wie gaat hier nou eens een eind aan maken aan deze ongelooflijke asielellende?